gesponken prinsen kwam en sindsdien gonst ons land. Al liet het kabinet vandaag weten niets te voelen voor een nationaal Indonesië-debat, in feite is dat debat er nu. Moet Nederland excuses maken voor misrekeningen en misdragingen in het verleden? Was politionele actie niet een veel te mooi woord voor de oorlog die we voerden? Welke bladzijden ontbreken nog altijd in onze geschiedenisboeken? En zijn we ooit bereid om over ons eigen optreden net zo te oordelen als we dat doen bij de daden van anderen? De reportage is van Martin Vreuberg, Steven de Vogel en Ton F. van Dijk. Een oude, zieke man in een rolstoel. Ponkenprinsen, het is nauwelijks voor te stellen. Tijdens de politionele acties in voormalig Indië liep hij over naar de andere kant. Prinsen, de deserteur, koos daarmee voor de lokale Indische bevolking. En nu, bijna 50 jaar later, vormt zijn bezoek aan ons land nog steeds het levend bewijs van een oorlog die velen in ons land liever zo snel mogelijk vergeten. Je kreeg op dat moment weer die discussie, die eeuwige discussie over prins zelf. Namelijk dat hij gedeserteerd was en zich vervolgens had aangesloten bij de Indonesische troepen. Wat mij altijd frappeert is dat dat 45 jaar na dato nog steeds gebeurt. En dat zelfs mensen die best mogen vinden dat hij dat niet had moeten doen, niet begrijpen dat die man, die heeft toch in de gevangenis gezeten onder Sukarno, onder Suharto, dat die man zich op minstens heeft gerehabiliteerd. Want ik moet al die mensen die nu zo'n grote mond opzetten het nog maar zien doen om jaren in de gevangenis te zitten voor je ideaal. Het bezoek van ponkenprinsen de afgelopen weken zette Nederland op zijn kop. Wat deden Nederlandse militairen in Indië? Wat hadden ze daar eigenlijk te zoeken? En hoe gedroeg een aantal van hen zich ten opzichte van de lokale bevolking? Je zult mij nooit horen zeggen dat Nederlandse soldaten SS'ers zijn. Maar er zijn natuurlijk dingen gebeurd die op zijn minst aan de zaken van SS of Weermacht herinneren. Moeten de Nederlandse geschiedenisboeken worden herschreven? Dat lijkt, na het bezoek van prinsen, een belangrijke vraag. Is het ene oorlogsmisdrijf niet te vergelijken met het andere oorlogsmisdrijf? Ja, in bepaalde opzichten wel, ja. Als het om de concrete situatie gaat, mag je het wel met elkaar vergelijken, ja. En dus, in dat soort gevallen maakt het niet uit of een SS'er een oorlogsmisdrijf begaat? Nee. Of een Nederlands soldaat in Indië? Nee. Toch zijn we daar heel verschillend mee omgegaan. Ja, ja. Maar dat is gevolg van we willen niet erkennen dat wij net zo zijn als andere volken. Ik bedoel, het is voorgekomen in Algerije, het is voorgekomen in Vietnam, misschien zelfs op grotere schaal daar. Het is bij bijna alle decolonisatie voorgekomen. Maar wij denken dat we zo fatsoenlijk zijn dat het ons niet overkomt. Ik begrijp absoluut niet waar die gedachte op rust. Maar waar komt het vandaan, denkt u? Ja, we willen niet geconfronteerd worden met vervelende dingen uit het verleden. Onze schoolboeken vertellen ons over onze geschiedenis. Over Duitse weermachtsoldaten die oorlogsmisdaden pleegden in het dorpje Putten op de Veluwe. Over Amerikaanse militairen die de hele bevolking van het Vietnamese My Lai uitmoorden. Maar vertellen ze ook wat sommige Nederlandse militairen deden in het dorp Galung Galung in voormalig Nederlands-Indië? Oké, als iedereen zijn spullen pakt, kunnen we zo meteen gaan beginnen. Ja? De daden, als je dus een aantal daden naast elkaar zet, een aantal dorpen die leeggeschoten worden of waarvan de mensen nodeloos worden weggevoerd of vermoord als represaillemaatregel, dan zijn die daden natuurlijk vergelijkbaar, strikt vergelijkbaar. Het optreden van de Duitsers werd steeds wreder. Na een aanslag op Duitse officieren werden 776 mannen uit Putten op transport gesteld, van wie slechts enkele tientallen overleefden.
Het plaatsje Putten op de Veluwe. 1 oktober 1944, middernacht. 4 Duitse officieren worden op de weg tussen Putten en Nijkerk door het verzet beschoten. Een van hen komt erbij om het leven. Enkele uren later wordt Putten omsingeld door de Duitse Weermacht. De bevolking wordt in het centrum samengedreven. 7 mensen zijn dan al doodgeschoten. In Nederlandse boeken en televisiedocumentaires is de zaak in de loop der jaren uitvoerig belicht, minutieus gereconstrueerd. En 's middags, het zal tegen een uur of 2 geweest zijn, zie ik ze nog zo het erf opkomen. 2 gewapende Duitsers. Toen kwam vader binnen, toen zegt hij, schrik maar niet tegen mijn moeder. Want er komen 2 Duitsers het erf op. Ik wil eens even vragen wat ze willen. Mijn vader loopt er zo naartoe. En de Duitsers maken het praatje zoals ze in heel Putten gemaakt hebben. Je moet hem even mee naar Putten. En je persoonsbewijs laten zien. En dan kun je weer naar huis. Dus verder had die man ook nergens nog geen erg in. En hij is meegegaan op zijn klompjes. Op zijn boerenkieltje. Zonder ook maar wat mee te nemen. Is hij naar Putten gegaan. En we hebben hem dan 1 keer weer gezien. Toen wij hier allemaal van huis uit weg moesten. Mijn moeder, de buurvrouw, allemaal. Alles op een wagen geladen. Wij moesten ook mee als kleine kinderen natuurlijk, want alles zou zogenaamd de lucht ingaan. Daar zie ik het nog gebeuren, bij die weg daar, maar vlak bij de spoorwegovergang, daar stonden wij met z'n allen. En er kwam vader langs in een beestenwagen, een goederentrein, moffen ervoor en ertussen. Het enige wat we doen mochten was kijken, we mochten niet eens zwaaien, want anders werd er geschoten. Dat is het laatste wat we gezien hebben. Meer dan 600 mannen tussen de 18 en 50 jaar worden weggevoerd naar concentratiekampen in Duitsland. Slechts 44 van hen zouden de oorlog overleven. In onze geschiedenisboeken geldt het drama van Putten als symbool voor de oorlogsmisdaden van Duitse weermachtsoldaten in Nederland. Hartverscheurende tonelen spelen zich af. Men probeert in het gedrang zijn familie te vinden. Een vader gooit op goed geluk een jassentrein in voor zijn zoon die hij niet kan vinden. Vrouwen reiken pannetjes met eten aan. De trein vertrekt. Daarna rijden vrachtwagens met brandstof en explosieven door het dorp. De Duitse commandant Fuhlriede steekt 87 huizen in brand. De Wehrmacht is gebroken. Onze geschiedenisboekjes staan wel vol over Putten en terecht. Want dat is een ernstige oorlogsmisdaad. Ik bedoel, zelfs in oorlogsmisdaden bestaan nog gradaties. Ik hou niet van casuïstiek, maar als je een gevangene neerschiet tijdens een patrouille, omdat je het zo lastig vindt om mee te nemen, kost altijd weer een man. Dan is dat duidelijk een oorlogsmisdaad. Maar het is toch nog wat anders of je de mannen in een heel dorp tot je roept en vervolgens de dood instuurt. En dat is in Putten gebeurd. En dat is in Putten gebeurd, ja. Hoe is de geschiedenis omgegaan met Putten, met de Duitse weermachtssoldaten die dat gedaan hebben? Ja, als je de geschiedenisboekjes leest, dan wordt daar voldoende aandacht aan besteed. Waar geen aandacht aan wordt besteed, vrees ik, is dat Nederland het grootste aantal SS'ers heeft geleverd van alle West-Europese landen. Dat procentueel de meeste Joden in Nederland zijn omgekomen vergeleken met andere landen. En als een buitenlander tegen me zegt, heb ik ook onmiddellijk de neiging om verklaringen te gaan vinden. Maar het is wel een historisch feit. En ja, wij vinden het toch moeilijk om dat soort historische feiten te erkennen. En zelfs maar te constateren. Er valt daar een parallel te trekken met de wijze waarop we omgaan met het gedrag van Nederlandse militairen in voormalig Indië? Ja, in zoverre dat ik denk dat Nederlanders in het algemeen wat moeite hebben om te erkennen dat ze niet veel beter zijn dan andere volkeren. En dat geldt natuurlijk in sterke mate in Indonesië, waar ook oorlogsmisdaden hebben plaatsgevonden. Vietnam werd verdeeld in noordelijk deel, gesteund door de communisten. Uit angst voor de spreiding van het communisme steunde Amerika het zuidelijk deel van Vietnam. In de jaren 60 gingen de Amerikanen ook soldaten sturen. De oorlog werd nauwkeurig door journalisten gevolgd. De Amerikanen hoorden over en zagen vreselijke oorlogsmisdaden van beide kanten. Ook de Amerikaanse soldaten maakten zich daaraan schuldig. Het dorpje My Lai in Vietnam, 16 maart 1968. Even na zonsopgang dropt een Amerikaanse legerhelikopter 80 soldaten in het veld bij het dorp. De commandant vertelt zijn mannen dat de bewoners van My Lai verantwoordelijk zijn voor het leggen van landmijnen. Wat er daarna gebeurt is uitvoerig beschreven in boeken
en in televisiedocumentaires en dus bij velen in de Verenigde Staten en de rest van de wereld bekend. Nhưng bà tôi như có một cái sự che chở cho tôi cho nên bà tôi vẫn đứng sững lại. Và cho đến khi mà tôi bước một chân vào hầm trong thì lúc bây giờ là chúng dùng lựu đạn đánh tan xác bà tôi ra. Và coi như là bà tôi che chở cho tôi để cho tôi có cái sự sống hôm nay. Thì cả mấy tiếng hồ sau khi tôi nhắm ngắt rồi thì là... Er vielen 104 doden in My Lai. In 1969, ruim een jaar later, gaf de Amerikaanse president Nixon openlijk toe dat zijn militairen oorlogsmisdaden hadden gepleegd. What appears was certainly a massacre, and under no circumstances was it justified. Amerikaanse filmploegen filmden acties van Amerikaanse mariniers, waarbij dorpen volledig verwoest werden. Onthutst zagen de televisiekijkers in de Verenigde Staten hun soldaten tekeer gaan met vlammenwerpers, zonder dat er van enige tegenstand sprake was. De beelden maken grote indruk en een journalist zei later: het was het einde van de mythe dat wij anders waren, beter waren. Ik vind de vergelijking tussen My Lai en wat er in Indonesië is gebeurd voor de hand liggen. Ook My Lai was toch een gevolg van een militaire actie. Mensen die, zoals ze in Indonesië zeggen, matte klap raken, mensen doodschieten. Dat vind ik vergelijkbaar met Indonesië. En die vergelijking, die willen we eigenlijk liever niet, hoor. Nederland en de Republiek Indonesië zouden door een unie verbonden worden. Maar de overeenkomst werd door beide landen verschillend uitgelegd. Er ontstond een gewapend treffen. Indonesische republikeinen vielen met wapens het gebied binnen waar de Nederlanders nog het gezag uitoefenden. In de periode tussen 1945 en 1950 stuurt ons land troepen naar haar kolonie Nederlands-Indië om orde en gezag te herstellen. En nu nog vragen velen zich af: zijn Nederlandse militairen tot dezelfde misdaden in staat als de Duitse Weermachtsoldaat in Putten of de Amerikaanse militair in My Lai? We willen het liever niet weten, zo lijkt het. Maar de getuigenissen van oud-Indië-strijders bijna 50 jaar later, die spreken voor zich. Ik kwam in Indonesië nadat ik in de Tweede Wereldoorlog twee broers verloren had die door de SS gemarteld en daarna doodgeschoten zijn op gruwelijke manier. En toen gebeurde het dat wij op een zuiveringsactie in een kampong waar nog flink gevochten is geworden, een Indonesiër als krijgsgevangene kregen. Ik dacht dat het een militair was, maar dat staat helemaal niet vast. Hij was niet in uniform. Maar omdat ik hem niet verstaan kon, haalde ik er een tolk bij die altijd in zulke acties met ons meegaat. En ik vroeg, ondervraag die man. Het was mijn krijgsgevangene natuurlijk. Maar die tolk die sprak even met hem. Kon ik niet verstaan. Maleis is wat anders dan Javaans. Toen smeet hij hem tegen de grond en zette zijn tommygun op zijn hoofd en schoot hem dood. Ja, ik schrok daar verschrikkelijk van. En die kreun zal ik nooit vergeten. Wat deed u met dat gevoel? Ja, dat ik denk, zo zijn mijn broers misschien ook wel omgekomen. Bij een militaire eenheid in een dorpje. En daar zag ik, ik meen al na twee dagen, het verhoren van een jonge Indonesische man die niets wilde loslaten. Wat er gevraagd werd, dat lag nogal voor de hand. En dat is wie en wat hij was, wat zijn militaire onderdeel was, waar dat onderdeel lag, hoe groot het onderdeel was en wat de bedoelingen waren van dat onderdeel. En hij jokte niet. Hij zei helemaal niks. Wat toen
meteen al grote indruk op hem maakte, dat was dat hij zijn ondervaren strak bleef aankijken. Want toen had ik al sterk het idee van, nou, dat zouden wij in 40-45 een grote verzetstrijder noemen. En toen en ik zei, werd het uiteraard slaan en schoppen. En hij blijft straks zijn mond houden. Hij probeerde ook niet iets te verzinnen. En toen werd hij aan zijn voeten gebonden. Het touw werd om de balk gegooid van het dak van de galerij. Hij werd omhoog gehesen en daarna hing hij dus voeten omhoog, hoofd naar beneden, boven een cementen vloertje. Toen werd er weer gevraagd van welk onderdeel hij was, enzovoort. En hij bleef zijn ondervrager maar aankijken. Dat heeft op mij een onontwisbare indruk gemaakt. En toen werd dat touw een beetje gevierd en toen kon hij met zijn schedel terecht op dat cementen vloertje. En u kunt zich wel indenken dat dat geen prettig gezicht was. En hij bleef zijn mond houden. En toen werd het touw weer opgetrokken en weer gevierd. En dat hoofd dat kraakte wat harder. En er kwam het bloed uit zijn neus en uit zijn oren. En hij bleef maar kijken. En hij zei niks. Kon u dat aanzien? Ik kon het enige tijd aanzien. En daarna heb ik me omgedraaid en dan ben ik weggegaan. Maar die man, die vergeet ik nooit. Die twee jongens die overbleven, die werden ondervraagd. En die werden kort daarop ter plaatse doodgeschoten als vermoedelijk de daders. En ik weet niet, ik ben daar... Standrechtelijk geëxecuteerd in feite. Ja, zo kan je dat noemen. Ik ben dus daar weggelopen. Ik ben niet zo'n held. Ik wil dat ook niet. Ik kan dat ook niet. Ik heb ze later wel zien leggen. En pas later realiseer dat dat niet kan natuurlijk. Werd daarover gesproken? Nou, je had weinig gelegenheid om erover te spreken. Je was op dat moment... meer zat je op de wagen dan dat je thuis was. En was blij dat je een keer je bed zag. En er gebeurde zoveel. Iedereen had zijn eigen verhaal. Dus daar werd misschien wel wat over gesproken. Maar niet in de vorm van dit kan niet. We gingen weer terug naar... ons uitgangskamp. Toen kwamen we langs een dorpje waar een wat groter huis in stond. Een gebedshuis, kun je zeggen. Het was wat groter, het was wat hoger. Het had een cementen vloer, het had een opstapje. Het had een dak met pannen. En dat had regelmatig wanden met houten planken. En we liepen er langs en een van onze mensen die ging naar binnen. En even daarna hoorden we zijn pistoolmitrailleur. De jongens die bleven staan. En ik ging naar binnen om te kijken wat er aan de hand was. En daar zag ik in het half duister, ik was nog nauwelijks geadapteerd, aangepast aan het donker van dat huis, zag ik die jongen schuin naar beneden in het rond schieten op knielende, hurkende vrouwen en kinderen en oude mannen. En dat was een gekrijs en gegil wat je je kunt voorstellen. En dat bloed, dat spoot aan alle kanten. En dat was een afschuwelijk bloedbad. Ik kan me nog herinneren dat mensen op hun knieën naar mij toe keken toen ik daar binnenkwam. En me waarschijnlijk vroegen met ogen groot van angst van help ons, wat is hier gedaan? En dat ik toen, ik kan me niet goed meer herinneren, ik geloof heel ernstig gewonde mensen hebben afgemaakt. We waren er met z'n tweeën in dat huis, de rest bleef buiten. En ik kan me ook herinneren dat die jongens schreeuwden, pas wel een beetje op met dat schieten en zo, want anders dan schiet je door de wand van het huis heen, ons in ons flikken. En dat was het. Toen we daarna met z'n tweeën naar buiten gingen, toen werd er weinig over gesproken. En ik heb tegen die jongen gezegd,
dat mij de zin daarvan ontging wat hij daar deed. En dat ik dat namelijk erg vond en een stuk nodeloos. En toen zijn we verder gelopen. De patrouille was misschien wat stiller dan anders, maar dat was het. Er is daarna nooit meer over gesproken? Nee, er is nooit meer over gesproken. Ik denk dat daar 35 tot 40 mensen zwaar gewond of gedood zijn. Een Nederlandse militair in Indonesië schreef: direct na onze tweede actie, begin 1949, werd de Indonesische guerrilla heviger. En dat viel tegen, want we hadden eigenlijk verwacht dat het rustiger zou worden. Dat verzwaarde de dienst. Meer patrouilles, meer wachtlopen, meer overvallen en meer verliezen. Meer wachtlopen, meer verliezen. Dat is dus wat scholieren nu nog leren over wat Nederlandse soldaten in Indië meemaakten. Hoe gaat een land om met de geschiedenis? De verhalen van Putte en Milai, die kennen we. Maar hoe zit het met Galung Galung? Op 1 februari 1947 eindigt een zuiveringsactie van de Nederlandse soldaten in dat dorp in een bloedbad. In ieder geval zijn de militairen gaan schieten op de bevolking. En daarbij zijn nog ongeveer 200 mensen omgekomen die dag. In totaal, aan het eind van de middag, om een uur of twee, werden 364 slachtoffers geteld onder de bevolking. Was dat ooit eerder voorgekomen? Op zo'n grote schaal niet. Er waren tientallen van deze operaties geweest, maar altijd was het aantal slachtoffers veel kleiner. 364 was extreem hoog. Kan dit volgens het oorlogsrecht? Dit kan natuurlijk niet volgens het oorlogsrecht. Nee, dit overtreedt alle regels van de conventies van Genève en het oorlogsrecht. In het militaire rapport van 20 februari 1947 wordt in het geheel geen melding gemaakt van de schietpartij in Galung Galung. De verantwoordelijke Nederlandse luitenant is nooit veroordeeld. Galung Galung is een van de symbolen waarmee aan de Indonesische bevolking, aan de jeugd, in de opvoeding, in de schoolboeken wordt verteld op welke manier de wreedheden van het koloniale apparaat zich hebben gemanifesteerd. Dus zijn voorgekomen in deze onafhankelijkheidsstrijd. Want zo kijkt men daar er tegenaan. En in Nederlandse schoolboeken staat er niets over? In Nederlandse schoolboeken staan de politionele acties genoemd en een aantal conferenties en verdragen. Wat dat betreft hebben wij dus de acties en het militaire geweld sterk op de achtergrond weggedrukt. Kapitein Westeling was commandant van korps speciale troepen. Hij werd vooral bekend en berucht door de gewelddadige pacificatie, het herstellen van orde en rust in Zuid-Celebes, waarbij enkele honderden Indonesiërs werden gedood. Volgens Indonesische bronnen hadden Westeling en zijn manschappen ongeveer 20.000 mensen gedood. Het optreden van kapitein Westeling en zijn volgelingen werd fel bekritiseerd, maar anderen hadden juist veel bewondering voor zijn militaire optreden. Kapitein Westerling, die geldt als symbool voor Nederlandse oorlogsmisdaden in Indonesië, wordt in de eindexamenbundel voor het VWO in 1989 genoemd als iemand die leiding gaf aan gewelddadige pacificatie. Zijn optreden werd bekritiseerd, maar kreeg ondanks de 20.000 doden ook veel bewondering. Zo valt te lezen. Dat past dus in het beeld. Wij proberen dat verleden van ons af te houden. Daar willen we liever niet mee geconfronteerd worden. Dus we zoeken naar verzachtende termen. En er is geen twijfel aan dat volgens de normale maatstaven Westeling oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Die liet mensen oppakken en die schoot ze neer. Zoals nu gaat het weer over een rel waarvan de agenda bepaald wordt door die groep veteranen. Die dat na 50 jaar maar niet kan verwerken dat we daar fout zaten. En dat we daar wel eens vervelende dingen gedaan hebben. Het is voor mij een vorm van onvolwassenheid die ik moeilijk kan invoelen. Maar geloof het of niet, voor de hele wereld geldt oorlogsmisdaden. Alleen voor Nederland geldt het non-woord excessen. Een uitzondering en een betreurenswaardig drama. Wat we niet zo bedoeld hadden, een incident. Voor Gods eigen volk, de Nederlanders, aan de Zuiderzee, zijn dat maar excessen. Aldus Joop Hutting.
Hij was de man die in de jaren 60 als eerste het Nederlandse optreden in voormalig Nederlands-Indië aan de kaak stelde. Toen tegenover Herman Wigebold van destijds Achter het Nieuws. Een kwart eeuw later voelde hij zich daartoe kennelijk nog eens verplicht.